De NS en vertragingen. Het blijft een goed huwelijk. Maar hoe komt het nu? ProRail denkt het te weten. De medewerkers hebben stress. Ze zijn natuurlijk gisteren wel geschrokken over het feit dat er 4 wissels op het baanvak Rotterdam-Den Haag uit dienst werden genomen. En dat leverde die stress op? Nou, dat gaf in ieder geval een situatie waarin ze moesten nadenken over wat betekent dat nou voor ons werk. En wij kunnen gewoon geen treinen meer rijden in de spits, in de drukke avondspits. En dat is heel bijzonder. Heb jij wel eens stress? Oh ja, vooral als ik jou zie. En dan? Stop je met werken? Nee, dat is mijn werk. Maar stress is, dat is niks mis mee? Nou, maar ja, kan je toch niet meer werken? Nee, ik kan me voorstellen dat jullie niet weten wat stress is, maar ons motiveert dat gewoon. Dus dat is zo'n beetje adrenaline, zeg maar. En dan werk je gewoon door? Wat kijk je nou verbaasd? Het personeel is gestrest omdat er opeens, spontaan, veel te veel problemen ontstaan. En daardoor hebben we die vertragingen. Ja, nou, ik vond het wel een hele bijzondere situatie. Dat de 4 wissels gerepareerd moeten worden. En pats, dan gaat zonder enige aankondiging het hele treinverkeer vanuit Den Haag en naar Den Haag plat. En dan de reden? We hebben een beetje stress. Ja, dan kun je al Nederland plat gooien volgens mij. Dan gaan we gewoon een jaartje vakantie vieren. En dan krijgen we waarschijnlijk stress van de vakantie. En dan gaan we nog een jaartje vakantie vieren en dan zijn we fit. Ja, het is inderdaad ongelooflijk dat dat inderdaad de reden kan zijn inderdaad, van de vertragingen. En het zijn behoorlijke vertragingen. Ik weet alleen dat ik vannacht bij mijn zus gecrashed ben omdat ik niet meer naar huis kon. Dat is eigenlijk het enige wat ik nog weet. Mensen willen gewoon dat de trein rijdt. En dat kan op dit moment niet tussen Rotterdam en Den Haag. En dat moet zo snel mogelijk verholpen worden. Maar dat dan te maken heeft met stress wat de mensen dan te horen krijgen. Ja, maar goed, dat is dan maar zo. Als je op deze manier behandeld wordt, niet alleen door de politiek, maar ook door de samenleving, dan raak je gestrest. Dus ik neem het ook op. Oh. Zielig zijn ze. Ze zijn zeker zielig als de politiek ze aanspreekt, vervolgens geen budget vrijmaakt en ze ook nog eens een pispaaltje gebruikt. Ja, dan raak je gestrest. Ik had Bashir net dan weer van de SP en die zegt ja, dat is ook heel zielig voor die mensen, want die moeten heel hard werken bij de ProRail. Ja, iedereen moet hard werken vind ik in Nederland. Dat is een goede zaak, gewoon handen uit de mouwen. Dat is geen reden om wat dan ook stil te leggen. Heeft u overwogen om stresscursussen of stressballetjes misschien voor het personeel? Ik heb dat totaal niet overwogen. Misschien een aardige optie. Ja. Nou, stel het voor. Steun ons. Ga naar poontmoetblijven.nl en druk op die knop.